allemaal, mijn naam is Peter, dit is Motor Test TV en welkom bij een nieuwe video. En ik sta hier weer bij Rutger, zeker, bij Premium Motors. En vandaag gaan we een eerste showroom indruk krijgen, in elk geval voor mij en voor Motor Test TV, van de Honda NT1100. Dus Rutger, zou je weer zo vriendelijk willen zijn om de camera erbij te pakken? Jongen. Mooi zo, dankjewel. Geen sexy naam erachteraan als Hornet of weet ik veel wat, gewoon NT1100. En dat is een sportieve tourmotor. En ik moet jullie heel eerlijk zeggen, hij begint een beetje op mij te groeien, zoals ze dat noemen. Hij is misschien, als je hem voor de eerste keer ziet, niet super sexy. Want ik begin even over het uiterlijk. Maar ik begin hem eigenlijk steeds mooier te vinden en steeds leuker te vinden. Wat jij, Rutger? Ja, je moet hem een beetje sexy maken, hè? Nou, je moet hem, wat niet sexy is, kun je sexy maken. Dat hebben jullie hier inmiddels al een klein beetje gedaan. Ja. Want deze is dan voorzien van een origineel Honda stickersetje. Deze is ook voorzien van de verstraletjes. En die stickers die zitten ook hier over de koffer. Nou, er zijn er natuurlijk grijs op grijze stickers. Maar als je dit bijvoorbeeld op de witte variant doet, springt dat er heel veel meer uit. En final finishing touch, ook de wheelstriping die erop zit. Dus het uiterlijk is van een sportieve tourmotor. En ik ga zo meteen een klein trucje doen. Want eigenlijk, als je hem zo ziet met de hoge ruit en de koffers, is die op zijn minst sexy. Goed, en nu zien we hem dus met het ruitje naar beneden en zonder koffers. Nou vind ik hem ineens een heel stuk sexier. Wat jij, Rutger? Daar wordt hij gelijk een stuk mooier van, hè? Ja, toch? Een stuk sportiever. Ja, en nou zullen de meeste mensen waarschijnlijk vast met de koffers erop rijden. En ook vaker wel met het ruitje omhoog. Maar dan kies je voor de full touring modus. Zo is het. Maar laten we eerlijk wezen. De meeste motors zijn zonder de koffers mooier, toch? Ja, dat vind ik wel. Dus dat wou ik even laten zien. Want in de meeste video's zie je hem altijd met die koffers. Dus dat is even de looks. Toch ook nog meer over de looks. En dat vind ik zeker belangrijk. Is ook de verlichting bij de NT1100. Ik vind, het is een beetje dezelfde stijl als de XADV. Mag ik wel zeggen, toch? Een beetje zo diezelfde neus. Juist, ja. Met die hele mooie dagrijverlichting erin. En dan zowel links en rechts de verlichting die aanstaat. En natuurlijk de grote verlichting die daarbij bediend wordt. Het is een beetje dat de grijze kleur de mooie lijnen een beetje verbloemt. Weet je, hij is eigenlijk hartstikke modern. Hij loopt heel mooi spits toe. Zeker met het ruitje naar beneden. Maar goed, dat was wat mij betreft het uiterlijk. Verlichting dus mooi. Volledig LED uiteraard. Typisch Honda is dat je bij die dagrijverlichting ook de knippenlichtjes aan hebt staan aan de voorkant. Vind ik ook persoonlijk heel erg mooi. Daar herken je op dit moment heel snel een Honda mee in je achteruitkijkspiegels. Beetje Amerikaans, hè? Running lights. Ja, ik vind dat mooi. Nou, dat is even het uiterlijk. Maar als je goed oplet, kun je nog wel wat meer dingen zien. Niet direct aan het uiterlijk, maar hij is eigenlijk direct een broertje of zusje van de Africa Twin. Eigenlijk is dit je Africa Twin voor als je zeker weet dat je toch niet offroad gaat rijden. En het is een eerste indruk, dus ik moet er nog op gaan rijden straks. En er staat een demo hier bij Premium Motors, dus ook jullie kunnen er een proefritje op maken. Maar ik ben heel benieuwd hoe die gaat rijden. Even wat details over het motorblok. 1100cc parallel twin. Ja. Net als onder de Africa Twin met een, en moet je me even precies vergeten, maar met een gedraaide andere hoek van de krukas. Klopt. Waardoor die het gevoel geeft van een V-blok. Ja. En hetzelfde blok zit dan ook in die Rebel 1100. Zit ook in die Rebel 1100. Ja. En datzelfde blok geeft dus heel veel punch onderin. Want hij heeft dan maar slechts, zeg je dan, voor zo'n zware toer de 100 pk, maar hij heeft wel 104 newtonmeter. En die pk's en die newtonmeters heeft hij al bij redelijk lage toeren. Volgens mij rond de 4.500-5.000 toeren zit hij al op zijn maximale koppel. Vaak heb je bij dit soort motoren mooi veel hogere pk's die ik in de specs leest. Alleen daar moet je eerst helemaal naar die hoge toeren jagen, terwijl je dit gelijk onderuit hebt vanuit zo'n bocht. Dus nogmaals, ik ben heel benieuwd wat voor gevoel dat gaat geven als je erop rijdt. Heb jij er al op gereden, Rutger? Zeker. Tuurlijk. Wat geeft die voor gevoel wat jou betreft? Nee, het is echt een hele fijne tourmotor gewoon. Het blok wat je zegt, de koppel is super. Ja. Meer heb je niet nodig. En hij schijnt ook, wat ik in verschillende reviews en video's zie, ontzettend mooi standaard afgeveerd te zijn. Dan komen we gelijk bij de vering. Het is eigenlijk een minimaal instelbare vering. Dus je kan voor en achter alleen maar de preload instellen. Nou, dat is voor als je wat zwaarder bent of als je met passagier rijdt, is dat heel erg makkelijk. Maar dat is het dan ook. Maar ja, als die goed is, is die goed. Hè? Dat is ook weer het verhaal. Dan gaan we even naar de accessoires van de motor, want dat is ook wel een heel indrukwekkend lijstje. Deze motor is, we hadden het net dan even over de extra opties van het stickersetje en van de verstralers, maar van zichzelf is... Sorry? Dat is maar een kleine greep uit de accessoires. Dat is maar een kleine greep, maar eigenlijk heeft hij al standaard heel veel erop zitten. En we gaan even van onderen naar boven beginnen. Hij heeft dus standaard al een middenbok. Nou, dat is tegenwoordig al niet meer standaard bij motoren, dus standaard een middenbok. Standaard in de elektronica en ook fysiek handvatverwarming, standaard cruise control, Android Auto, Apple CarPlay. En nog meer standaard, en dat is ook weer fysiek, standaard heeft deze al gewoon de twee koffers erbij zitten. En we hebben het net even gekeken, Rutger, de tassen zitten er niet in op dit model nu. Maar standaard als je een NT1100 koopt, heb je koffers met binnentassen. Waar krijg je dat nog? Ook bijzonder aan deze koffers weer is dat ze heel smal zijn. Volgens mij krijg je er niet goed een helm in. Nee, dat is altijd lastig. Ik beloof dat nooit. Nee, het ligt ook een beetje aan je maat helm. Helm en communicatiesysteem hebben ze vaak aan de helm. Dus 9 van de 10 keer past dat niet. Een topkoffer eigenlijk altijd. Ja. Zijkoffers niet. Daarentegen zijn het wel mooie grote koffers. Ze steken niet te ver uit. Dus dat is wel weer wat je wil. Dus ze zijn standaard, hè. Dan heb je nog een uitgebreid bagage touring pakket. Hoe heet dat pakket? Ja, je hebt verschillende pakketten. Maar eentje met een topkoffer en met een comfortzadel, geloof ik. Ja, comfortzadel, comfortabele passagiervoetsteunen. Ja. Nou, dan heb je de schakelversie, kun je nog uitbreiden met quickshift eventueel. Nou, dat DCT is ook zo'n dingetje waar we het even over wouden hebben. Hij heeft natuurlijk de DCT, hij heeft de laatste versie. Wat houdt het allemaal in? Betere software en de laatste 3 standen van de sport zitten op deze uitvoering. Ja. Ja, dus dan heb je eigenlijk 4 standen in de DCT, drive en 3 sportstanden. Ja, en natuurlijk manual dat je zelf nog kan schakelen. Zeker, en natuurlijk gewoon je eigen rijmodi nog. En daarnaast, en dat is even een afweging voor sommige mensen, ligt een beetje aan je rijstijl wat je wil. De DCT, en hang me er niet aan op, kost volgens mij €1200. Kost €1200 meer. Maar je kan ook voor €600 kun je de niet-DCT, dus de normale variant, voorzien van een quickshifter. En de quickshifter van Honda is best wel fijn. Ja. Dus dat is even een keuze die je ook nog kan maken. Up en down, hè? Up en down. Ik haal hem van de bok af. Want we gaan even naar de zitpositie. Ik heb ontzettend veel beenruimte. Het leuke is ook dat je hier windbescherming hebt. Dus ik denk, en ook hieronder zit ook nog een speciaal stukje voor de windbescherming. Dus bij middelmatige regen, gok ik, dat je aardig droog blijft. Ook je schoenen en dat er niet heel veel regen op je lichaam komt. Er zit een veel geprezen windscherm op. En die is handmatig te verstellen. En daar moet je wel wat kracht voor inzetten, tot vrij hoog en heel laag. Hij heeft dus ook die winddeflectors en zo'n gleufje hierin. En mijn ervaring is inmiddels, hoe gek het ook is, dit gleufje voorkomt windbuffering op je helm. Dus je zit echt met weinig herrie aan je hoofd. En als die zo hoog staat, achter een schuifpui. Maar ja, weet je, dat is wel wat je wil als je veel kilometers gaat maken. Nou goed, we hadden het over de zitpositie. Je hebt dus die windbescherming hier, die windbescherming daar. De voortreffelijke windbescherming van de ruit. En ik met mijn lengte 1,80 meter kijk gewoon makkelijk over de hoogste stand van het ruitje uit. Dus ook dat is lekker. Genoeg beenruimte. Het stuur is lekker breed, wat zorgt dat je lekker veel hefboomeffect hebt. En als ik het goed heb, is die iets meer naar je toe ten opzichte van de Africa Twin. Waardoor je wat rechterop zit en wat meer comfort hebt. Nou, spiegeltjes, prima, gaan we achterkomen als we straks gaan proefrijden. En je kijkt heel mooi, en dan doen we hem even weer aan. En dan zou ik zeggen, kom er even bij, Rutger. We gaan hem even aanzetten. Nou, we zien een beetje dezelfde layout als dat we ook hebben gezien bij de Hornet, maar wat uitgebreider. Dit is hoe Honda op dit moment zijn scherm indeelt. Waarbij je dus ook weer keurig die power, engine brake en die traction control ziet. Nou, je hebt allerlei modi die je in kan stellen. Nou, dit is wel weer lekker uit. Twee eigen rijmodi, hè? Ja. Twee user modes. En het mooie is ook dat hieronder zit eigenlijk nog altijd je, dat zit op de Africa Twin ook, je basic informatie. Dus zou je hier door zon of wat voor reden dan ook even geen goed zicht op hebben. Ja, of je Apple CarPlay natuurlijk. Of je Apple CarPlay erop hebben. Dan zie je altijd hier je snelheid en de versnelling waarin je zit. En natuurlijk je basic lampjes van je traction control, je ABS en je neutraal en dat soort dingen. Nou, en het is een touchscreen. En ik hoor net van Rutger dat die touchscreen niet touchscreen is tijdens het rijden. Nee, moet je handen aan het stuur houden, hè, vindt Honda. Ja, nou, daar hebben ze ook wel gelijk aan. En daarom is als Apple CarPlay, dan moet dat ook via je Bluetooth en via je headset. Zodat je dus de CarPlay kan bedienen met de stembediening van je headset. Ja. Ik moet zeggen, dat werkt wel echt, echt perfect. Ja, en dan zit hier natuurlijk, ik vroeg net aan Rutger van wat is dit dan? Het is een DCT, dus deze heeft een handrem. Nou, die zit wat dat betreft wel heel netjes weggewerkt, ja. Want hij viel me eigenlijk niet eens in het begin op. En weet je wat nou leuk is? Hij zit altijd voor je startknop. Zodat je hem nooit kan vergeten als je weg wil rijden. Hij zit voor mijn startknop. Ja, klap hem maar uit. Oh, kijk. Juist. Dus ja, oké, dat is dan wel weer heel slim. Dus als je dit vergeet, dan ben je dronken en dan mag je sowieso niet meer rijden. Ja. Nou, je ziet hier ook weer de knoppen voor, dit is voor je DCT, dus welke stand. Ja, hier heb je cruise control. Het voelen echt als wel fijne knopjes. En dan even naar de andere knoppen, Rutger. Dit is wel even een dingetje hoor. Hier hadden ze wat mij betreft misschien wel een klein joystickje voor kunnen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 knoppen voor één. Dus dat vergt waarschijnlijk een kleine cursus voor jezelf om even uit te zoeken wat het allemaal was. Weet je wat mooi is? Ja, je krijgt er gratis bij. Je krijgt ze er gratis bij. Dat dan weer wel. Nee, maar weet je, het zijn er veel. Maar ik denk als je daar eenmaal aan gewend bent, dan weet je wat het is. Dus ja, dit was de eerste indruk. We gaan over niet al te lange tijd ook deze zeker even een ritje mee rijden om te kijken hoe die voelt. Ja. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zo ja, zet dan je duimpjes onder de video. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je op mijn kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.